Morgen begint vandaag. Yes. Super dank. Wel. Maar dank voor de voorbereiding ook. Alsjeblieft, hè. Super dank, hè, grote man. Ja, ik denk dat de ambitie van het akkoord heel breed is. In ieder geval om de generatieproblemen, hè, van armoede die van ouders weer op kinderen worden overgedragen, om die te doorbreken. Daarvoor zijn verschillende dingen natuurlijk nodig, maar ook het ontwikkelen van talenten van kinderen. En dat is ook een belangrijk onderdeel van dit akkoord. Wat wij nu aan problemen zien van armoede bijvoorbeeld, heel concreet, of van jongeren die niet kunnen meekomen, jongeren die zwaar in de problemen zitten, is voor een groot gedeelte terug te voeren tot de teruggang van de regio na de mijnsluiting. En dat heeft een hele grote problematiek veroorzaakt. Ook in de opvoeding van de gezinnen, zeg maar. Ja, en dat merk je nu nog steeds. Ondersteun je dit verhaal? Herken je je hierin? Je bent van harte welkom om aan te sluiten en met ons het verschil te maken. We zien jullie graag. En we zien nu al, en daar schrikken we heel erg van, dat ook de kinderen van de tweede generatie met datzelfde virus begiftigd zijn. En er is zoveel moois te bereiken. Wij hopen met elkaar om dat te veranderen. Samen met de bedrijven en instellingen die vandaag getekend hebben, om met handen, hoofd, hart en waar mogelijk geldelijke bijdrage het verschil te gaan maken. En hen een perspectief te bieden waarmee ze vooruit kunnen. Kijk, en nou is je bijna gelijk. Mm-hmm. Dan is je goed. Dankjewel. Ze ziet er keurig uit. En wat is de oplossing? Werk is natuurlijk heel erg belangrijk. En dat is een van de ook grote problemen weer. Dat nu langzamerhand in de regio gaat lukken. Dus werk is een heel belangrijk punt. Dankjewel.